What you gonna do, gym leader? What you gonna do? You can call me Ash. Catch all the Pokemon in my stash. I wanna be the very best. I'm gonna give them the ultimate test. So bring in the power to get the badges to catch all the ones of different classes. Ain't double and back. Now Pikachu, lightning attack. Yo die mensen, welkom terug bij Pokémon Motherfucking Black. In ieder geval, de vorige episode zijn we natuurlijk gekomen bij deze gymleader. En we gaan natuurlijk ervoor zorgen dat we deze gymleader gaan verslaan. Als je kijkt natuurlijk naar mijn Pokémon die ik heb, dan gaan we even kijken naar mijn Pokémon. Heb ik een Scenic van level 41, een Wukong van level 37. Heb ik een Krookie van level 28, een Cocoloco 28. Heb ik een HM-sled van 24 en een HM-sled van 13. Alleen Scenic is wel een beetje verwonden. Heeft damage gekregen. Ik weet het woord even niet. Hehehe, I've been waiting for you. Oh, did you enjoy flying with the help of the Masterluck gem cannons? They're my pride and joy. This time, let's try something else. Oh, we're gonna, like, do this. Like, we zijn twee girls, we're gonna do like this. Nee? Oké, dat is raar. Goed, we gaan lekker bam gaan Pokémon spelen. Want, het is weer tijd voor Pokémon. Dat is gewoon weer tijd voor Pokémon. Vandaag, bam, Pokémon, mijn Pokémon. Ik wil Spokken uitspelen. Het gaat gewoon lukken. Misschien een beetje langdradig dat ik soms denk van, ik doe er een beetje lang over. Maar voor de rest, jongens, ik kom er wel bij de Pokémon. Maar ik zie dus dat we Razor Shell niet meer hebben. Aqua Jet hebben we nog wel. Alleen, ja. Aqua Jet, hoeveel damage doet dat? Niet heel veel, denk ik 1/3 of zo. Ik ben benieuwd. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij een beetje damage krijgen? Net iets minder dan 1/2. Zonde. Maar hij doet Amnesia. Dus, betekent Special Defense omhoog gaat. Oké. Oké. Zal ik een slash doen? Ik ga een slash doen. Want slash doet misschien meer damage. Misschien niet. Maar we kunnen het beter proberen dan we het niet proberen. Misschien. Oh yeah. We hebben zonder damage krijgen. Hebben we de eerste al gekillt. Holy shit. Super chill. Oké. Cocoloco heeft natuurlijk ook weer XP erbij. Dat is natuurlijk onze super coole visachtige elektrische type. Oké. Een Zezard. Dan gaan we verder met Scenic. Want Scenic moet gewoon de meeste damage gewoon even op hem krijgen. En dat is die klote fazant. Dat is een lelijke fazant. Want deze heeft. Dit is de meisjevorm. En die jonge vorm is alleen leuk. Maar het is toch gewoon een slash. Want slash is degene die gewoon best damage doet. En we doen natuurlijk geen fighting. Want fighting is zo slecht tegen. Oeh, slash. Critical Crit. Natuurlijk. Critical Crit is zo chill. Heeft hij zo vaak. Oké. Wat doet hij? Geen flauw idee wat hij deed. Slash. Nog een keer. Gaat het lukken? Gaan we killen? What? Meen je die? Ik heb serieus nog 2 Pokémon skills zonder enkele sweat. Oké, een Swanna. Dat is die zwaan-evaluatie. Ook trouwens water. Switch Pokémon. Cocoloco. Ga kijken of het damage op hem kan doen. Ben je dood? Rip in pepperonis. We gaan proberen. Maar misschien. Ja, weet niet. Hij is best wel laag. Dus hij doet denk ik niet heel veel damage. Maar weet. Kijk, als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Oké. Voor mij is het ook een watertype. Het scheelt wel 7 levels. Oké. Maar. We hebben een Charge Beam en een Spark. Welke meer damage doet, weet ik niet. Of er is Thunder Wave. Weet je wat we doen? Gewoon Thunder Wave. We investeren in Thunder Wave. En de Bubble Beam. En die give it damn. En die give it damn. En dan kan hij die. Zie je? Thunder Wave. Yeah. Oké. Dat is een hele goede investering. Want sowieso kunnen wij nu als eerste beginnen. Want hij is getunder waved. Dat betekent dat wij gewoon meteen een lekkere Charge Beam of een Spark moeten doen. We doen gewoon een Charge Beam. Want Charge Beam zijn super cool. Charge Beam in de face, Cocoloco. Oh yeah. Charge Beam. Oh, dat is best wel damage. En wat gebeurt met mij? Special attack gaat omhoog. Nou, je bent jammer nog wel. Je bent niet dood. Can't move. Oh, je kan het direct nou. Charge beam. Nog een keer. Hoe damage doet het? Doe een critical crit of zo. Charge beam in de face. Want special attack was omhoog. Misschien doet het nu nog meer damage. Oh my god. Oh my god. Nee, dit is zo zonde. Dit is zo zonde dat hij hem niet killt. Oh, dit is zielig. Dit is zo zielig. Dit vind ik echt heel zielig. Oh, dat was echt altijd mooi geweest. Oké, Krookie. Krookie kan take the victory voor mij. Want hij mag de XP voor mij hebben. Dat is zonde, joh. Dat is zonde. Oh, dat vind ik echt zonde. Maar goed, Krookie mag hem afslachten met een crunch. Crunch hem. High potion, kut. Kut. Had ik niet verwacht. Maar Krookie, jij doet een crunch. Of AP doet dat? Of hoeveel damage doet dat op hem? Kijken. Dark aanval. Niet heel veel, fuck. En ground. Ground kan niet tegen flying. Shit. In deze aanval. Ik weet niet wat die aanval ook weer doet. We zullen zien. Kijk hoeveel veel damage doet. Meer dan crunch. Evenveel bijna. Ah, de Bobby. Nou, hij is dood. Krookie is dood. God damn it, man.
Oh, dat is zo zonde dat Coco Loco hem net niet kon killen. Ja, weet je, ik kan Wukong oproepen, maar die is ook bijna one hit kill. Sennik, take the wheel, man. Take the wheel and gonna kill his ass. Gonna kill his ass. Alright, we're gonna do this. Sennik, do a slash in that motherfucking face. Kill him with fire. Hoppakee, that's what I like. Zo zonde dit. Gewoon, kan er niet tegen. Gewoon niet tegen kunnen. Oké, slash, nog een keer, kom op. Hype potion. De frustratie, jongens. De frustratie is bij mij zo hoog op het moment. Dat die fucking hype potion. Maar hij is nog gelukkig geparalyzed. Dus dat is een hele goede investering van mij. Kijk, weer een... Kijk, dan kan ik wel... Ja, Aqua Jet doet toch geen meer damage. Maar ik kan beter investeren. Want slash doet sowieso niet meer damage dan ik wil. Misschien Aqua Jet wel. Ook natuurlijk, hij is watertype. Niet slim. Maar dus niet op rood. Ze hebben een hele grote kans dat ze nu geen hype potion gebruikt. Oftewel, hij hield zichzelf nu. Ik vraag even waarom dit deed. Maar hij is dood. Slash in the face. What you gonna do, gym leader? What you gonna do? Coco Loco had je zo bijna gekild. Senna krijgt super veel XP. And I like that. Being your opponent in the battle is a new. En het is weg. Nice. Bedankt voor het lezen. Dankjewel. Oké, dit kan ik wel lezen. You're an amazing Pokémon trainer. My Pokémon and I are happy. Because this is the first time in a while we could fight with our full strength. It is an official league gym badge. Oh, okay. I think it will look good on you. Thank you. I look kawaii in that. Jongens. We hebben een nieuwe badge. Oh. Bam. Damn, son. Where'd you find this? Yeah. En zie je natuurlijk dat die boven precies. Hier. Ja, ja. Hij is veranderd. Hoe ver kan ik mijn vinger? Ah, tot hier. Tot hier is hij veranderd, jongens. Holy shit, dat is onze hoeveelste badge? 1, 2, 3, 4, 5, 6e badge. Holy shit, gewoon geteld. Oké, wow, hot stuff. There's so many gym... Oh, we have that many gym badges. Pokémon up to level 70 will obey you. Yeah. Also, as thanks for Pokémon battles that made me very happy, I want you to have this TM. Oh, welke? Acrobatics. Oké. 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 My present to you is acrobatic. If the user doesn't have a hold item, its power doubled. Okay. Okay. It's a pretty technical move. Be sure to compensate for the lack of hold items. By the way, when I fell over Twist Mountain on the way on Icebreaker City, Team Plasma, is that his name? Anyway, they were heading to the for the city. What kind of people are they? We don't know. Maar we gaan. Let's go. Kenner mode activated. Pew! Bonk. Hallo, ik ben er. Meneer, ik heb het gehaald. Goed, hè? Oké. Okay. I don't give a fuck. He doesn't give a fuck. I don't give a fuck. Oké. Okay. There may say it is for understanding one another better. But what trainers really use battle for is to compete, and they hurt each other's Pokemon. Am I the only one who finds this terribly painful? Whatever. I'm going to talk to your Pokemon. I've been living with Pokemon since I was born, so it's easily for me to talk with them than with people. Because Pokemon never tell lies. Somewhat. Would you tell me what kind of trainer Horny is? Okay. Got it. So Horny was born in Nevermore Town, lives with mom, and was given the Pokédex to start off a journey to see the world. Still, the samurai trusted you for some reason. That's good. If every Pokemon, if every person and Pokemon cared about one and another like you two do, I would watch over the future of people and Pokemon without having to liberate Pokemon from people who just use them. Getsis is using Team Plasma to search for some special stones, the Lightning Stone and the Dark Stone. The stones held an essence of two legendary Pokemon. It is said that when they lost their psycho powers, they form into a slumber and were transformed.
Now, they wait for the hero's arrival. I should resurrect a legendary dragon-type Pokemon from one of those stones and become its friend. That will show the world that I am the new hero. Everyone will follow what I say. Nee, schatie. My vision is to change the world without using force. Trying to change the world by force will just make others resist. If people resist, the ones that will be hurt are the innocent Pokemon, used by the foolish trainers. You understand? Pokemon are not just toys, tools for people to use. Oh. As a result, Pokemon and trainers who care about one another, like you and your Pokemons, will be separated. And that does break my heart a little. Okay. Dus N vindt het wel goed hoe ik met Pokémon omga. Maar hij vindt het niet oké hoe andere trainers met hem omgaan. Oké, op zich wel logisch. Weet je, lijkt me logisch dat ik gewoon goed met Pokémon omgaat en andere mensen niet. Maar er zit ook een verschil tussen mensen die met Pokémon gaan. Want ik ga natuurlijk... Ik heb nu bijvoorbeeld ook twee Pokémon dood laten gaan. Omdat ik dacht dat ze aankonden. Dat ze het niet konden. Maar dat is niet om ze dood te laten gaan. Maar dat is meer van... Motivatie van... Jongens, kom hier, dan kunnen het. En Coco Loco was het bijna gelukt. Weet je? Hij heeft nu wel ervaring. Want als je nog één keer harder had aangevallen... Dan was het gelukt. Dus Coco Loco... Een paar je. En jongens, ik ben ook blij dat Pokémon Black... Dat je in principe in het midden... Want Pokémon Center gewoon hier... Nou, bijna in het midden... OCD... Kan je recallen. Recallen niet. Kan je saven. En dat ga ik ook doen. Want dit is een iets korte aflevering. Aangezien ik deze episode wel vandaag online wil krijgen. Aangezien ik met de Bulldog heel lang bezig ben. Dus als je die wilt checken. Woensdag om 5 uur komt hij online dag 2. Hij is super leuk geworden. En jongens. Ik zie de volgende aflevering van Pokémon Black. En ik probeer hem echt om de week te uploaden. Want soms werkt het niet. Maar ik ga het proberen. En ik zie de volgende aflevering van Pokémon Black. Ik zeg mijn mening. En dat is later.